Met welke bedoeling begon je aan deze wedstrijd te vandaag? Nee, voor mij is het belangrijk dat wij de matchritme kunnen bijhouden. En, een voetbalwedstrijd is altijd eigenlijk de beste training. En we kunnen hier vandaag een goede training geven aan de jongens. In plaats van op het trainingsveld te zijn, op die tijd van het seizoen. Waar, ja, het zijn drie vrije weken eigenlijk, zonder wedstrijden. En dan is het soms moeilijk om goede trainingen te krijgen. En dat is altijd best om een wedstrijd te spelen. En voor mij was dat belangrijk om zo een goede wedstrijd te krijgen. Een goede wedstrijd tegen Twente? Het resultaat valt ook niet. Ja, ze zijn een goede ploeg voor het Nederland. Maar ja, beide ploegen spelen zonder misschien een paar spelers van de eerste helft van de cultuur. Dus met mensen op Interland en zo. Het is moeilijk te zeggen hoe sterk de ploeg Twente heeft opgesteld. Maar wij hebben ook onze beste ploeg daar neer. En we hebben goed gevoetbald. Twente best misschien uit de blokken gekomen, de eerste 15 minuten. Maar alleen hebben wij de match eigenlijk overgenomen en een goede periode gehad. En, alleen de grote kans dat we kregen, eerst Elmos ten binnen, dan hebben wij 0. Maar ja, we kunnen scoren drie keer in de tweede helft. En, dat is positief. Lang geleden dat we nog eens drie keer scoorden. Ja, ik zeg het daar juist. We hebben 8 doelpunten gescoord op 2 vriendschappelijke wedstrijden dit jaar. Maar ja, wij moeten die doelpunten iets meer verdelen tussen de wedstrijden. Maar ja, in de competitie komt het wel nog als we beginnen op het ding. Je hebt een paar nieuwe mensen ingebracht. Die doen het niet slecht. We begonnen eigenlijk al met Mossekoer voor de competitiewedstrijd. Ja, dat is een jonge gasten die heel goed hebben gedaan met Arnar bij de beloften en Geert. En, dat zijn jonge gasten die weten hoe wij spelen. Die spelen op dezelfde manier zoals wij. En het is makkelijk voor hun in de eerste helft te komen. Daar hebben we dezelfde eisen als met de beloften. En, het is ook belangrijk dat de mensen weten als zij naar ons mogen komen spelen, dat ze weten welke zijn taken zijn. En, eigenlijk geen probleem om die mensen een kans te geven. Ja, zoals vandaag met 4 kwetsures, 2 zieke spelers. En dan heb je altijd de mogelijkheid om de jonge gasten een kans te geven. En, dat vind ik echt leuk. Zien we die ook terug in play-off 2? Ja, wij moeten wachten en zien. Wij wachten op de spelers die gekwetst is en quarantaines. En zieke mensen, maar ja, ik denk dat dat wordt moeilijk voor sommigen van. Maar ja, we hebben getoond dat je hebt altijd een kans om bij de eerste ploeg te komen. Als je dat doet goed bij de beloften en blijft werken. Dus ik ben niet bang om jonge gasten te laten spelen, als er goed genoeg is. Vanavond teambuilding en etentje. Ja, we gaan samen eten en dat is belangrijk ook. We hebben vorige week iets moois gedaan en leuk en vandaag ook. En, dat is leuk met een overwinst. Smakelijk in ieder geval. Dank je wel. Dank je.